Governance, risk en compliance zijn alle drie ondernemingsbesturingsvraagstukken. Governance gaat eigenlijk over het inrichten van de onderneming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Risk management, daar zal jij zo nog op ingaan inderdaad. Maar zorg er eigenlijk voor dat je de belemmeringen voor goed ondernemen zoveel mogelijk wegneemt of beheerst. En compliance wil zeggen dat je daarbij voldoet aan minimale eisen van wet en regelgeving. Maar hoe je het ook wendt of keert, het gaat altijd over ondernemingsbesturing. Laatste strategie en risk management, heel cruciaal. Waarom? De strategie is eigenlijk de doorvertaling van de doelstellingen naar de organisatie. Maar welke risico's lopen we nou eigenlijk in die operatie? Is risk management niet anders dan het beheersen, het managen van je organisatie, rekening houden met alle risico's op reputatiegebied, op compliancegebied ook, dat is namelijk ook risk management. Maar ook je doelstellingen, zijn er nieuwe entrees in de markt? Alles heeft te maken met risk management. Dus een risk control framework, wat daaronder ligt, is eigenlijk een management tool om te ondersteunen dat je je doelstelling van de organisatie uiteindelijk gaat halen. Ja, ik denk dat je daar vooral op het tactische niveau zit. En dat wil altijd zeggen, in het vertalen van het governance model naar die risicobeheersing, daar ga je toch kijken inderdaad waar in de organisatie zou dat moeten gebeuren. Waar het op neerkomt uiteindelijk is dat er een goed tactisch model moet worden neergelegd, moet worden embed in de operatie. Ja. In de operatie, daar gaat het om. Daar worden risico's genomen, ja. Daar wordt correct gehandeld, ja. Integer gewerkt. Dus de embedding van het model uiteindelijk in de lijn, zeg maar, ja. Dat is de kern van het model. Ja. Ideale sparringpartner voor de management en voor de directie heeft ongelooflijk veel te maken met wie je bent, hoe je opstelt. Maar ook wat je weet en wat je kunt. Het is eigenlijk veel meer het zoeken naar oplossingen op basis van, ja, wat zullen we zeggen, de angsten, ja. de onderbuikgevoelens, de onlusten die bij een bepaalde groep in een onderneming leeft of bij een directeur, om ervoor te zorgen dat je dat vertaalt naar een effectieve aanpak. Een van de meest belangrijke kritische factoren bij een implementatie is natuurlijk ook commitment van management. Ja. Op het moment dat het management niet zich volmondig commit en backt, ja. Bij de invoering van een governance, van een risk, van een compliance framework, dan is het gedoemd te mislukken. Dat is een van de meest belangrijke, maar ook het vrijmaken van capaciteit binnen een organisatie. Ja. Niet alleen de capaciteit van mensen, maar ook van middelen. Want uiteindelijk kost dat geld. Ja. Neem Solvency 2 bij de verzekering, neem Basel 2 en 3 straks bij de banken. Dat heeft niet alleen te maken met kenniskunde, maar ook met tijd, met geld. Dus management commitment is by far nummer 1 prioriteit. De cursus die wij deels geven, merk je natuurlijk dat er enorm veel praktijkervaring om de hoek komt kijken. Het is geen droog theoretische oefening. Als ik voor mezelf spreek, het enige wat we doen is continu feedback geven, ook uit onze eigen ervaring. Op ondernemingsniveau, staatsniveau, ongeacht welke onderneming dat is. Dat kan een financiële onderneming zijn, kan een logistieke onderneming zijn, een melkpoederfabriek. Het is eigenlijk om het even, maar de onderneming wordt eigenlijk wel gekenmerkt gewoon door enorm veel praktijkkennis en overdracht daarvan. Ja, als je het op een weegschaal zou leggen, dan zit er zoveel kennis en kunde in dat eigenlijk alle branches worden afgedekt, maar ook de governance, risk compliance onderdelen in onze onderlinge relatie. Waardoor we ook met cases kunnen werken die eigenlijk voor iedereen spreken, of je nou daar zit als compliance of risk manager, of als auditor, of als CFO achter, of een control achter een functie. Ja. In feite kunnen we alle in deze cursus alle casussen en alle voorbeelden op dat gebied, maar ook eigenlijk de link tussen die onderwerpen heel goed belichten door de bergen praktijkervaring, kennis en kunde die het eigenlijk doseert.